Hi, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe Roegvlog. Ja, Tineke, we staan even te genieten, hè? Jazeker, ja. We worden gelijk op onze wenken bediend. Nou, wat horen we allemaal? Nou ja, in de verte hoorden we net de kraanvogels. Ja. Dat is natuurlijk al super gaaf. Maar hier dichterbij, de boomleeuwerik. Heel mooi klassiek geluidje. En dat is echt zo'n voorjaarsgeluidje waar je zo blij van wordt. Ja. Ja, want we zijn op het Holtingenveld en we zijn ook wat vroeger dan normaal. Iets valt mee, 8 uur. Om deze vogels dus allemaal lekker te horen. Nou, ik ben heel benieuwd wat het geluid van de week wordt dan. Tineke? Ja? Moeten we ook nog, moeten we nog ergens rekening mee houden als we zo vlak langs die hooglanders lopen? Ja, nou dit was eigenlijk een beetje te dichtbij. We adviseren altijd in ieder geval 25 meter afstand te houden. Ja, maar ja, we lopen gewoon op het pad natuurlijk. Zij staan gewoon te dichtbij. Nou, dan moet je gewoon even een ommetje maken om het pad eigenlijk. Ja. Dus ja, soms moet je dan ook even met je fiets tussen de bomen door of wat dan ook. In principe hebben zij voorrang en zorg dat je uit de weg blijft, zeg maar. Maar wat wel belangrijk is, laat wel weten dat je er bent. Dus dat ze niet van je schrikken. Oké. Ja, Jan, wat is het geluid van de wink? Nou, je hoorde hem net zingen, de vink is het. En dat is een heel makkelijk geluidje. Dat is, ja, dat, om het na te doen is het trouwens niet. Nee, dat is. Hij eindigt met de vinkenslag en dat is heel typisch. Dat is een soort. Ups. Het begint altijd met. En dan. Ups. En het grappige van die vink is dat hij dat eerste stukje, dat kunnen ze gewoon van zichzelf. Ja. Dat tjurlur. Maar het tweede stukje, dat moeten ze leren. Dat je hebt ook verschillende types. Ze zingen ook altijd, de Engelse vinken, die zingen nou weer anders dan de Nederlandse vinken. Die leren een ander vink. Zoiets, ja. Ja. Mooi. Dus, dat is hem. Hij zegt ook gewoon kup, hoor. Dat is makkelijker. Wat? Kup. Kup? Kup.